Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. We krijgen een zeer zacht weekend. Er zijn wel veel wolkenvelden, dat zien we ook op deze satellietfoto. En die wolkenvelden trekken van west naar oost, maar laten ook een paar gaatjes zien, dus af en toe breekt ook de zon door. Temperaturen vanochtend al hoog, 10 à 11 graden. En vanmiddag loopt de temperatuur nog een enkel graadje op, dan wordt het zo'n 12 tot 14 graden. Dat is dicht tegen de recordwaarden aan. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is windkracht 3a4, à a7 à windkracht 5a6. Vanavond verandert er weinig, het blijft zeer zacht en ook in de nachtelijke uren komt het kwik amper onder de 10 graden. De temperaturen blijven dus heel erg hoog en dat houden we dan ook morgen overdag. Opnieuw maximaal van 11 tot 13 à 14 graden. Ook weer een afwisseling van wolkenvelden en zon. Iets meer zonneschijn in de ochtend dan vandaag en in de middag is de kans op een spatje regen wat groter, vooral de westelijke helft van het land. Maandag ook nog hoge temperaturen en ook dinsdag en woensdag blijft het kwik boven de 10 graden uitkomen. Het wordt wel wat wisselvalliger en het gaat ook harder waaien. Vooral langs de noordkust kan de wind af en toe windkracht 7 worden en daar zijn dan ook soms zware windstoten mogelijk. Echt extreem weer krijgen we niet, alleen de temperatuur blijft hoog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.